allemaal blije berichtjes van, oh ja, lekker dat je die weer draait. Ja, en ik draai deze classic jazz track uit 2000. Door jou, Aris, ben ik geïnspireerd, omdat jij heel veel jazz hebt geluisterd voor je nieuwe album. Ja, onder andere wel, ja. Wat hoopte je daarin te vinden? Je hebt ook veel lo-fi beats geluisterd. Ben je de boel aan het slopen? Sorry, mijn telefoon valt op de grond. Dus ik sloop zelfs mijn eigen spullen. Oké. Maar ja, ik luister eigenlijk nooit zoveel jazzmuziek. En op een gegeven moment heb je veel muziek gehoord en dan vraag je je toch af, hetgene wat je niet kent, wat is daar dan eigenlijk zo bijzonder aan? En ga je in verdiepen, ook omdat je misschien meer open staat dan ervoor, luister je er anders naar. En het bleek dat ik het eigenlijk wel mooie muziek vond, onder andere om te luisteren en weer te gebruiken in mijn eigen muziek, ideeën daarvan en zo. Had je aanvankelijk dan een vooroordeel ten aanzien van jazz? Ja, ik werd er altijd zenuwachtig van, heel erg. Omdat mensen, maar dat is een bepaalde type of zo, jazz. En ik kon daar gewoon niet zo goed tegen. Ik werd er heel zenuwachtig van. En ik denk dat ik nu ook beter. Hetzelfde als mensen die niet zoveel weten over hip-hop, die denken ook dat alle rappers een soort van hetzelfde maken of zo. En dat had ik bij jazz. Dat ik dacht, had alle weer jazzmuziek met van die zenuwachtige saxofoontjes was. Maar dat is niet helemaal niet zo. Ik vind het ook heel grappig dat je dit voorbeeld aanhaalt. Want als ik het bijvoorbeeld bij mijn vader heb over hip-hop, die echt een muziekfreak is en maar opgegroeid is met de Kinks en zo, en die doet een rapper na, dan heeft hij heel erg de neiging om te zeggen, yo, bitch, ja, dit, dat. En jij hebt er juist voor gekozen om op dit album alle scheldwoorden te schrappen. Waarom heb je dat gedaan? Ja, kijk, ik ging eigenlijk gewoon denken als schrijver, welke dingen doe ik een soort van die ik echt wil als persoon. En sommige welke dingen heb ik, zeg maar, doordat ik heel mijn leven eigenlijk denk dat ik rapper ben, overgenomen van een bepaalde cultuur of een bepaalde impact, buiten mijn eigen impact. En zo kwam ik eigenlijk een beetje op het idee dat ik misschien helemaal niet hoefde te schelden of ja, meer over mijn ego te hebben dan ik misschien deed. En bracht me een heel ander inzicht als schrijver, waardoor ik heel andere teksten ging schrijven, ook over andere dingen ging schrijven. En ja, zo gaandeweg heb ik het eigenlijk gewoon niet eens bewust, maar gewoon niet meer gebruikt, omdat het me niet genoeg hielp eigenlijk. Merk je ook dat je daardoor minder bent gaan schelden in het dagelijks leven? Nee, dat niet. Nee? Nee, maar wel, ja, ik let er nu wel meer op. Ben me wel meer bewust van, als ik scheld, dan voelt het ook minder. Het voelt soms wel lelijk, omdat ik denk van ja, op mijn muziek doe ik het niet. Waarom kan ik het, of zou ik het ook niet kunnen in het echte leven? Dat is nog een uitdaging voor me, denk ik. Oké, ja, misschien wel voor het volgende album. Ja. Ja, precies. Het lijkt alsof je op Lotus, je nieuwe album, directer bent geworden. Op je vorige album was je wat cryptischer, wat dromeriger. Heeft dat te maken met de levensfase waar je in zit? Of hoe komt dat? Onder andere wel. Ik denk inderdaad dat je op een gegeven moment, als je heel lang ook cryptische muziek hebt gemaakt en ook ziet dat mensen naar je shows brengt, dat je denkt van oké, ik kan zoveel mensen aanspreken met heel cryptische dingen, maar wat als ik ze echt iets kon meer zou, ja, niet dat ik ze nooit iets heb meegeven, maar meer zou kunnen meegeven dan ik doe en het ook duidelijker kan maken wat ik bedoel of zo, zonder dat mensen heel erg moeten gaan zoeken. Dat is ook wel een soort van mooier ervan, maar ik denk ook doordat ik nu ouder ben, dat er meer behoefte was aan inderdaad wat ik zeg, meer dingen vanuit mezelf blootgeven en gedachten delen, andere mensen inspireren dan voorheen. Het is puur kwetsbaarheid. Je zegt eigenlijk, ik ben niet zozeer directer, ik ben gewoon kwetsbaarder. Ja, ik denk het wel, want als je cryptisch bent, kan je wel wat je zegt, je kan wel hele open dingen zeggen, maar je kan het wel iets meer verhullen in dingen, zodat mensen niet direct kunnen horen wat je eigenlijk probeert te zeggen of zo. Er komen heel veel lieve en leuke berichten en vragen voor jou binnen. Je trouwe fans, die heb je geraakt. Bijvoorbeeld de vraag, komt er een albumtour van Lotus? Dat vraagt Yannick. Kan niet zeggen. Nog niet, nee. Nee, als je niet meekijkt, maar alleen meeluistert, dan zie je dat Aris zijn handen omhoog doet alsof hij zich overgeeft. Dus die kan ik zeggen. Dus ik denk dat het antwoord ja is. Adib die zegt, vraag aan Aris, komt er nog een 101 bar sessie? Ik ben vast de zoveelste die het vraagt. Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Het past niet meer bij hetgeen wat ik nu wil doen, denk ik. Nou ja, duidelijk, je groeit als mens, je groeit als artiest. En sommige dingen waren toch fantastisch om te doen. En dan is het ook goed om dat daar te laten. Nee, ja, dat zeker. Ik heel goed. Ja. Boris die stuurt, wat is iets vernieuwends wat je graag nog zou willen doen in je carrière? Zo, ja. Gewoon als ik later oud ben, gewoon mensen huizen geven, werk geven. Dat lijkt me gewoon hard als ik echt oud ben, op een dag. Dat is een mooi doel, gewoon communities opzetten gewoon. Ja.
Ja, grappig. Ik heb precies hetzelfde. Geld interesseert me echt geen zak. Maar het is wel in deze maatschappij waarin we leven een vorm van vrijheid. En het lijkt me bijvoorbeeld zo mooi als mijn ouders nooit in een verzorgingstehuis of zo terecht hoeven komen. Maar dat ik iets kan creëren waar mijn vrienden en zij en hun vrienden gewoon allemaal bij elkaar. En dat je ervoor kan zorgen dat er goede zorg is. En dat je het gezellig en zo hebt samen. Ja, nee, ik voel je, ik snap het totaal. En dan nog een laatste vraag van Jobin weer. Die zegt, komt er nog een hele track samen met S10? Ik hoop het. Ik hoop het ook. Ja. Oké, gek. Aris, ik ben heel erg blij dat je er bent. En gezien de hoeveelheid berichten, heel veel mensen blij dat je er bent. Ze zeggen, ga maar naar de Livebox.